Ze spreken dezelfde taal en steunen op een sterke vrouw. Zij betekent natuurlijk alles voor mij. Na 10 jaar voel ik me gesterkt in mijn leven. En ik voel me gesteund. De komst van prinses Mathilde is een zegen geweest voor hem. Ze zijn allebei geboren om te regeren. En toch kan het contrast niet groter zijn. Die drie broers zijn echt heel bewust opgevoed. Dat staat in een heel schril contrast, denk ik, met de opvoeding van prins Philip. Wie van de twee wordt de beste koning? Dinsdag in Telefact.